onder de bestielende leiding van de voorzitter Ronnie Brunswijk. De president, zou u hierna weer gekozen willen worden? Dus is dat de laatste keer dat u als voorzitter? In ieder geval, ik heb gezegd 2030 ga ik niet meer in de politiek zijn. Dus als deze gaat tot 2027, dan denk ik nog dat ik nog één keer ga gaan als voorzitter. Ja, maar niet meer in politieke functies. Ik heb een leider, ik heb een leider. Heeft u de ambitie nog om president te worden? Nou, ik heb geen ambitie voor niks. In ieder geval, we zitten in de politieke constellatie en alle politieke partijen willen de hoogste ambt ooit bekleden in dit land. Dus wat dat betreft, het hangt niet van mij af wanneer de tijd daarvoor is. Dus ik heb ambitie voor president en je hebt geen zetel. Dus pas wanneer die zetel er is, kunnen we zeggen van nee, het is realistisch om te gaan praten over president. Maar nu vind ik het nog prematuur om te praten over ambitie van presidentschap. Voor hoeveel zetels gaat de ABO? Nou, wij gaan voor het maximale. En dat is? En in ieder geval meer dan 10. We gaan nu al 10 zetels samen. En wij gaan als ABO PL meer dan 10 zetels proberen te halen. 25 mei, dat was een big day. Dat de eerste massa meeting van bestuurder is. We horen, maar we hebben een patiënte. Maar we horen eigenlijk nog een krak meeting. We zijn ABOC PT en ja, Cornelia. En het was een beetje was ik een moeder van. Ik kan het samen. 7 maart. Je voelt je 7 maart op. 7 maart, 7 maart. We doen ons aan je maar alleen. En we doen het als maar bij 7 maart dat die moet je hebben, want we voelen ze niet op. VP, u gaf dus ook aan dat u dus tot, u zegt 2030 wilt u niet meer in de politiek zijn. Wat gaat u daarna doen? Ik heb zoveel gramping en zo. Ik wil een rustige leven gaan leiden nu toch. Om die hele probleem van het land op jou te hebben op zo'n leeftijd. Dat zou niet mooi zijn toch? Oké. Als dat heb ik je bravo, dat je dan? Of je honderd talen je bari bravo? Of je honderd talen je